Het project Adam en Eva is eigenlijk iets zeer unieks. Het is voor eerst low budget. Het is echt liefhebberij, maar in de goede zin van het woord. Wij zelf ook als acteurs, wij vragen dus geen gage. Omwille van het feit dat het experiment heel sympathiek overkwam. Oorspronkelijk zal ik zeggen dat Raoens Nicolaas, dat hij dacht van mij de rol te spelen die nu Bob speelt en omgekeerd. Het was een hele grote rol die Bob heeft. Bob mag hier uit zijn pijp komen. Ik vond de personages eigenlijk dichter leunen bij onszelf omgekeerd. Dus hij speelt nu de professor en ik de baron. En het is niet dat we ons daar een komische figuur van maken. We zijn niet Gaston en Leo. Voor de rest hebben wij dus opgenomen op een manier dat ik het nog nooit heb gedaan. Geen schminkster, geen kapster. Het is onze puur natuur. We moeten ook alles bijhouden zelf. Hè. We hebben met ons eigen kostuums. Want ik weet hoe een kostuum kan steunen aan een personage. Ik kan maar een voorbeeld, en dan gaat hij meteen begrijpen, dat ik als Balthazar Roma bijvoorbeeld met mijn gordijnen, stoffen, jasjes en mijn bril op. En dan ja, de snor en het haar en zo neer. En ik bekijk mezelf dan met dat wansmakelijk pak in de spiegel. Van goddomme, dat zalmroze tot wat. Maar dan kan ik niks anders dan Boma zijn. Dan automatisch ga ik mijn spreken als Balthazar Boma. Ben je dicht met de afgesloten neusholte, met de gutturale met het accent van de Brusselaar. Ik ben blij dat ik eigenlijk toch nog eens na al die tijd eens een andere personage heb kunnen spelen. Ik ben eigenlijk, denk ik, meer een drama-acteur. Dat vind ik wel een beetje jammer, dat mijn leven nou voorbij is zonder dat ik op dat terrein ook mee heb kunnen laten zien. En nu, maar kijk, met de film zal het een beetje anders zijn misschien. Het leven is veel te snel voorbij gegaan. Mijn leven is zo gevarieerd geweest dat ik geen tijd heb gehad om vakantie te nemen. Ik werd nooit moe. Geld interesseerde ons niet. En ik heb het geleerd dat je niet moet werken om geld te verdienen toen. Want ik had al veel verdiend als Marino Franco. En dat werd zo een klein beetje opgedrongen. Zo is het leven. Je moet veel geld verdienen. Je moet carrière maken. Dat is het leven. Nee, dat is het leven niet. Leg de lat veel lager. En beleef je het leven. En laat je niet leven. Zodanig dat ik eigenlijk een tevreden man ben na 50 jaar. Cinevox.